Zo, lieve, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ben ik weer. Zondagmorgen. Loop rondje in Gassel. Ja, wat kan ik hiervan zeggen? Het was zo lekker. Resultaten die ik op Insta gezet heb. Dat doe ik ook op Insta. En ja, ik heb zelfs een rondje onder de 6 minuten gelopen. Oh, dat was weliswaar een tweede rondje. Maar ja, het is meer gelukt. 6 minuten 15 gemiddeld. En vorige week liep ik nog 6:25. Dus toch wel een behoorlijke vooruitgang, zullen we maar zeggen. Maar ik voel me ook goed. Ik voel me ook lekker. Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk uitgangspunt. Als je je lekker voelt. Volgens mij was vorige keer niet zo heel erg lang geslapen. Laat de bed. Ik weet even niet meer wat vorige week was, maar in ieder geval, die moeten we gauw vergeten. En dan kijk je, dan ben je een week verder. Ja, en dan lukt het wel. Dan gaat het wel goed. Dus ja, en nu? Nou, even gaan kijken. Het is nu 9:50. Dan kan het nog gaan sporten, maar we moeten om 11 uur alweer verzamelen. In Malmö. Kwart voor 11. Dus ik denk, ik heb wel spullen meegenomen. Dus kijk, ik had wel mijn spullen meegenomen om te gaan fitnessen, maar ik denk dat ik hem toch oversla. Ik denk hem toch wel even overslaan. Of niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het lastig dat ik dit nou eentje moet gaan bedenken. Wat ga ik doen? Ik rijd door. Ik kan natuurlijk ook gewoon daarheen rijden en gaan kijken of dat het leuk is, of dat het goed gaat. En dan kan ik het alsnog afbreken. Al is mijn half uurtje. Ik ben natuurlijk ook een half uur dik bezig geweest met lopen, dus dat maakt ook niet uit. En dan ben ik wel geweest. Misschien wel niet het hele programmaatje wat ik dan wil doen, maar dan ben ik wel weer geweest. Wel een optie. Nou, net toch. Het zijn leuke dingen. Motor. Ja, en nu? Ik ben onderweg. Ik ga denk ik toch trainen. Ik ga denk ik toch wel even trainen. Dat doe ik wel. Ik ben benieuwd wat vandaag gaat horen trouwens. Met voetbal. Een beetje pech hoor. Een beetje pas. Oh ja, en ik heb een nieuwe lange broek gekocht voor het hardlopen. Vandaag voor het eerst aan, maar was eigenlijk niet echt nodig. Bleek achteraf, want het was best nog wel te doen qua weer. Dus, maar goed, ik heb het geprobeerd en ik had hier ook een thermootje aan, boven. Maar ik vind hier boven is dan wel belangrijker om dat warmer te houden dan de benen. Benen kunnen iets meer hebben, dus, maar ja, ik vandaag geprobeerd, het was eigenlijk niet nodig geweest. Maar goed, het is helemaal zo. Ik heb hem aangehad en geprobeerd, hij zit lekker. Gisteren gekocht. Bij de AC Dion. Overigens geen reclame. Ja, ik ben niet gesponsord of zo. Maar dat mag ik hem niet zeggen natuurlijk. Hè. Of wat ik hem nou bij... ik heb het toch wel gezegd. In ieder geval... ja, ik heb een lange broek. Het is voor het eerst. Maar normaal gesproken was er nooit zo van om zeg maar loopbroeken rond te gaan lopen of iets dergelijks. Het was altijd gewoon mannelijk
trainingsbroek aan. Maar ja, dan krijg je die, ja. Dan heb je een trainingsbroek aan die eigenlijk geschikt is om daarmee te gaan hardlopen. Dus, conclusie, is het toch handig dat ik me aangeschaft. Wat een lul verhaal eigenlijk. Maar goed, het is ook zo. Nou, ik ben bij de fitness. Ik ga eens even kijken of ik überhaupt binnenkom. Laatst was ik een keer hier en toen kon ik niet binnenkomen. Maar dat had waarschijnlijk te maken met de zon. Als even uitkijken voor de paal. Als natuurlijk de zonlicht er te veel op schijnt op het raam, ja, dan werkt de kaartlezer niet. Als er 2 weken terug was, dat stond ik voor de deur en met die kaart ervoor heen swipen en doen en er gebeurde maar niks. En ja, nou goed. Waarschijnlijk de zon, want de week erop, vorige week dus, kwam ik hier en toen kaartje op liep en ging het meteen open. Dus dat. Goed, ik ben gearriveerd. Ik ga naar binnen. Dan ga ik eventjes kijken wat ik nog allemaal kan gaan doen, of dat ik überhaupt niets ga doen. Dus bij deze ga ik nu afsluiten. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende week weer terug bij de stofjes hardlopen. Zondagmorgen. Ik zeg de groeten. Ik zeg ciao.